Deze week in de RKC Today Crossbar Challenge. Iemand die het liefste Frans converseert. En dan heb ik het over Monsieur Mesgrani. Bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien. Et vous? Ah oui. Merci. Naar de ballen. Ik kan geen Frans, jongens. 10 ballen proberen op de lat te schieten. Hoeveel gaan er raak volgens jou? Ik denk 3. 3? Ja. Om bovenaan te staan heb je er 5 minimaal nodig. Dus 6, dan sta je helemaal in je eentje bovenaan. Om Etienne dus voorbij te gaan. En volgens Ingo vorige week, die zei, Mohamed, dat gaat lukken. Dat is mooi, hij vertrouwt in mij. Hè? Heb je nog een speciale techniek, dat vergeet ik? Nee, ik denk dat het gewoon met geluk is. En met tevreden nemen, maar het is vooral geluk, denk ik. Vooral geluk. Ja. Een lot geluk. Uit de loterij wordt dit dan. Ja. Succes. Dank je. Monsieur Mesgrani. Mohamed, waar gaat het fout, jongen? Ja, ik denk te veel kracht. Het waait ook een beetje, hè? Ja. Die bal... Ja, daarom. Ja, we geven de wind de schuld. Nee? Wat zeg je? Hij raakt een beetje, denk ik. Nee, dat was een vrij groot stuk eronder. Ja? Kijk maar heel even mee naar de herhaling. Heb je hem gezien? Ja. Lekker! Je hebt je 3 gehaald. Ja. Nou, ga op bord zetten, denk ik. Et 3, c'est tout. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Volgende keer, wie dan? Lovely. Oh, hallo? Ik heb nog één te goed voor jou. Hoezo heb je nou wel je schoenen aan? Nou, mijn schoenen aan. Nog eentje te goed voor jou. Hoeveel heb jij er geraakt? 3. 3? Ja. Oh ja, goed. Dat is geen probleem. Ik heb nog eentje te goed voor jou. Ja? Maar mogen wij ons gewoon... Maar je weet dat ik zometeen eentje ga trappen. Oké? Okay? Ja. Oké. Okay. Die man die blijft bezig. Oké. Okay. Kunnen we weer door of niet? Volgende keer, wie dan? Vlatko Lazic. Vlatko Lazic. En hoeveel ballen gaat Lazic raken? Ja, ik denk 4. 4? Ja. En die gaat over jou heen, dat is toch helemaal niet de bedoeling? Ja, dat is de bedoeling niet, maar hij heeft een goede traptechniek. Dus, een goede traptechniek voor Lazic. We gaan het zien volgende week in de Today Crossbar Challenge. Tot dan. Dankjewel, hè. Bedankt. Is dat een deal dan? Dit wordt jouw 11e bal, hè? Oké. Okay. Ja. Helemaal goed. Als ik hem raak, allemaal juichen. Allemaal yeah! Ja, heel even uitleggen, want jullie zullen wel denken, waar komen die vandaan? Hallo! Hoi! Dat zijn de vrienden van Etienne. Etienne zit er ook bij. Hoi jongen. Hoi. Nou, en die komen kijken of hij die bal gaat raken. Jongens, we wensen hem heel veel succes. Ik heb hem geraakt. Begrijp je dat? Dankjewel. Hé. Laat ik dit nooit meer meemaken. Nee. Maar ik sta in ieder geval bovenaan. Hey.